Zo, een hele goede regenachtige zondagmorgen. Welkom bij de Stofjes. Anders dan normaal. Waarom? Je kan zien aan het glas, het regent. Dan erbij nog iets anders. Zoals je ziet, ik zit al nu al in Juliana kleren. Het is best vroeg nog, tenminste relatief, 8:30. Waarom zit ik al zo vroeg in de auto? Wij gaan namelijk een oefenwedstrijd spelen in Huissen. En dan hadden ze bedacht van nou, die gaan we even om 11:30 spelen. Natuurlijk ben je dan vroeg klaar, klopt. Maar ja, daarentegen moeten wij natuurlijk dan ook weer vroeg weg. Eigen vervoer. Dus ik ben nu onderweg naar Malden. Gaan we spullen pakken, dan naar Huissen. 11:00 spelen. Zijn we wel op tijd klaar, zijn we ook weer vroeg klaar. Dus daarentegen is het dan wel weer lekker voor de zondag. Maar ja, ik heb in ieder geval niet kunnen hardlopen. En ondanks het weer had ik dat waarschijnlijk wel gewoon willen doen. Goed, misschien dat het vanmiddag meevalt. Misschien vanmiddag nog eens een stukje gaan proberen. Kijken hoe dat bevalt. Want daar is natuurlijk ook wel een verschil. Of dat je s'morgens gaat lopen, s'middags na een aantal activiteiten of na een activiteit. Of iets dergelijks. Nou, noem maar op. Dat soort zaken. Dat is toch altijd anders. Dus moet ik even gaan kijken wat ik ga doen vanmiddag. Als we terug zijn. Dus ja, even een hele andere soort vlog die ik nu vandaag maak. Ja, het zei zo, ik kan niks doen. Ja, ik weet het ook niet. Ik denk dat, het is niet anders. Zo simpel is het. Het is s'morgens vroeg. Ik kan nog zitten bedenken om heel misschien dan, wat eerder in de auto of eerder naar het bos te gaan, had ik even uitgeteld, zou ik rond 7:15 moeten gaan hardlopen in het bos om dan nog een beetje op tijd te zijn. 7:15, een half uurtje, 40 minuten ben je dan kwijt met het hardlopen en terug. Dan douchen, omkleden, rond 8:30 weer in de auto zitten om nog op tijd bij Juliana te zijn om dan de spullen te pakken en dan weer door te rijden naar huis. Ja, op 7:15 is het nog een beetje donker, dus dat is ook geen optie. Maar goed, het zij zo, we doen het maar even op deze manier. Ik kan er niks anders van maken dan dat dit het is. Dus, Griffie, kan een keer gebeuren. Ik zou in ieder geval zeggen, alles nog een fijne zondag gewenst. Ik hoop dat we vandaag nog wat kunnen maken bij RKHVV. Van de week al een oefenwedstrijd tegen Treffers, gemixt met de 123 van de Treffers. En die hadden we gewonnen. Vorige week zondag hadden we die verloren tegen HVC. Dat was niet best. Maar goed, het is een voorbereiding. Beter nu dan in de competitie, zullen we maar even zeggen. Dus dat. Nou, dan zou ik in ieder geval zeggen van als je deze video leuk hebt gevonden, ondanks dat ik dan niet heb hardgelopen en verder niks heb kunnen zien of het lekker is gegaan, ja of nee, maakt niet uit. Toch graag een blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. Dan zie je volgende week zondag zie je nu terug. En in de hoop dat ik dan wel gewoon heb kunnen gaan hardlopen en dat het weer ook beter is, want dit is gewoon helemaal de zeepboeltje. Maar ja, kunnen we niks aan doen, weer gooien. Het zij zo. Dus nogmaals, blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal. En dan zie je volgende week zondag weer terug. Ik zeg, tjoe!